Politici die boeken schrijven. Het gebeurt steeds meer. Bekende voorbeelden uit het verleden waren bijvoorbeeld Pim Fortuyn, Frits Bolkestein, leider van de VVD. En ook anderen gingen deze mensen voor. Maar op dit moment ook weer een soort Haags boekenbal op weg naar de verkiezingen. Janne Thieme kwam recent met een boekje. Emiel Roemer met een boek met de titel Het kan wel. Gert-Jan Segers, een paar weken geleden, het boek met de titel Hoop voor een verdeeld land. Jesse Klaver, de empathische samenleving. En vanmiddag presenteert Sybrand Buma van het CDA zijn boek. Ik ga een kijkje nemen. Want ik vind het op zich wel leuk dat politici op weg naar verkiezingen boeken schrijven waarbij ze wat meer aangeven wat ze zelf willen, bedenken, hun visie, bovenop dat, zeg toch altijd, wat saaie verkiezingsprogramma. Het geeft wat meer inzicht. Daarom nu even op weg naar het CDA. Ja, nou is het ene boek natuurlijk beter geschreven dan de andere. Het boek van Balkenende destijds, ja, was toch niet veel meer dan een verzameling oude lezingen van hem met een nietje erdoorheen. Wouter Bos, wat Wouter wil, ja, stelde ook niet zo heel veel voor. Maar ik ben heel benieuwd wat Buma ervan gebakken heeft. Nou, heel boek. Sybrand Buma, tegen het cynisme. En dat we alle twee tevreden kunnen zeggen, nou, daar hebben we toch wel mooi een bestseller van gemaakt. Ja. Ik liep in mijn hoofd met de gedachte, ik wil dingen opschrijven die in mijn hoofd zitten. Er zat al heel veel in. Tja, het boek. Sybrand Buma tegen het cynisme. Nou, voor op het nachtkastje. Gaat natuurlijk wel lezen. Ja, en over twee weken komt Kees van der Staaij van de SGP met zijn boek. Ja, het wachten is natuurlijk op het boek van Diederik Samson of Lodewijk Asscher. En natuurlijk Mark Rutte. Want als je een beetje mee wil doen vandaag de dag in de campagne, dan moet je wel een boek schrijven.